Ik wil onze besluiten van vandaag zo precies mogelijk toelichten. Omdat we weten dat details belangrijk zijn voor iedereen die het betreft. Per 1 juni zijn samenkomsten van 30 personen binnen toegestaan in alle gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn. Exclusief personeel. Dat betekent dat elke bioscoopzaal en theaterzaal, elk restaurant en elk café 30 gasten mag ontvangen. Dat is dus anders dan eerder aangekondigd, toen het idee nog was dat het personeel moest meetellen. Maar dat blijkt in de praktijk heel lastig te zijn. Uiteraard geldt de 1,5-meter-regel en moet er aan de voorkant een checkgesprek plaatsvinden om te bepalen of gasten verkoudheidsklachten hebben. En voor alle duidelijkheid, dit alles wat ik net zei, geldt niet voor sectoren die nog gesloten blijven, zoals de sportscholen. En ik zeg er meteen bij, we zijn met de sportscholen in gesprek om te kijken of ook zij sneller open kunnen. Niet op 1 september, maar hopelijk eerder. De horeca kan per 1 juni om 12 uur 's middags open zoals aangekondigd. Dus de terrassen op 1,5 meter afstand, zonder maximale groepsgrootte, maar wel iedereen verplicht aan een tafeltje. Binnen mogen maximaal 30 gasten aanwezig zijn, op 1,5 meter afstand, op reservering, zittend en met een checkgesprek aan de voorkant. Een wijziging in de eerdere plannen is dat voor mensen uit hetzelfde huishouden een uitzondering wordt gemaakt op deze 1,5 meter regel. En voor de goede orde, feestcafés, discotheken en clubs, die blijven voorlopig gesloten. Daar is het risico op verspreiding gewoon te groot. Theaters, concertzalen en bioscopen kunnen per 1 juni ook weer open met maximaal 30 mensen in het publiek per zaal, op 1,5 meter afstand van elkaar en met een checkgesprek vooraf. Musea mogen per 1 juni ook open, mits bezoekers zich vooraf aanmelden of kaartjes kopen, zodat de instellingen kunnen sturen op 1,5 meter afstand. Het openbaar vervoer rijdt vanaf 1 juni weer volgens de normale dienstregeling. Op ongeveer 40% van de capaciteit zoals we eerder aankondigden. Dat betekent dat het OV alleen is bedoeld voor noodzakelijke reizen. De verplichtingen niet medisch mondkapje te dragen geldt vanaf 1 juni, vanaf 13 jaar, in de trein, tram, bus of metro. Op de stations en perrons blijft 1,5 meter afstand de regel. De middelbare scholen gaan per 2 juni open op basis van de 1,5 meter regel. Ook voor leerlingen onderling. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijkertijd op school kunnen zijn. De scholen krijgen zoveel mogelijk ruimte om tot werkbare roosters te komen en zijn daar inmiddels ook mee aan de slag. Het is wel echt de bedoeling dat scholen alle leerlingen fysiek onderwijs geven en dat niet beperken tot bijvoorbeeld een mentoruurtje of een paar toetsen op school. En verder is het belangrijk dat het openbaar vervoer niet overbelast raakt als de middelbare scholen weer opengaan. Dus leerlingen komen lopend of met de fiets. En voor leerlingen die ver weg wonen, wordt door scholen speciaal vervoer geregeld. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs mogen per 2 juni ook open op basis van de 1,5 meter regel. Daarbij realiseren we ons natuurlijk dat voor deze scholen nog meer maatwerk nodig is om 1,5 meter afstand te bewaren. Zo bestaat de mogelijkheid dat bepaalde leerlingen om medische redenen niet of niet meteen volledig gebruik maken van fysiek onderwijs. En uiteraard is het in het voortgezet speciaal onderwijs nog belangrijker dat risicogroepen extra voorzichtig zijn en dat mensen met klachten thuis blijven. Basisschoolkinderen gaan op dit moment voor de helft van de tijd naar school. En we zien dat scholen dat goed oppakken. Vanaf 8 juni gaan de basisscholen geheel open, tenzij in de komende weken uit alle lopende onderzoeken naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord zou zijn. Aansluitend op dit voornemen gaat ook de buitenschoolse opvang vanaf 8 juni weer gewoon open. Kinderen kunnen vanaf dan weer op alle normale dagen terecht. En daarmee stopt ook de regeling waarmee de overheid de eigen bijdrage voor ouders vergoedt. Tot slot kunnen in het mbo, het hbo
en het wetenschappelijk onderwijs per 15 juni toetsen en praktijkonderwijs weer op de instelling plaatsvinden. En dat onderwijs wordt zo georganiseerd dat studenten niet in de spits hoeven te reizen. Rest mij nog om iedereen een goed hemelvaartsweekend te wensen. We gunnen onszelf natuurlijk mooi weer, maar tegelijkertijd vragen we iedereen ook met klem om te blijven nadenken. De piek op de intensive care ligt net een maand achter ons. En ik benadruk het daarom nogmaals. Hou je aan de afspraken en bescherm jezelf en de mensen om je heen.